Oké, beste leerlingen, we hebben weer een leuke challenge voor jullie. Dit is het 15e keer dat we het filmpje opnemen, dus nu moet het goed gaan. We gaan oefenen met jongleren. Dan kun je het beste beginnen met doekjes. Nou heb je waarschijnlijk geen doekjes, maar als je een panty verknipt, dan kun je daarmee doekjes maken. Daar kun je heel goed mee oefenen. Daarna maak je de overstap naar ballen. Maar stel nou dat je geen tennisballen hebt, dan kan het ook met sokken. Of je kunt bijvoorbeeld hydrokorrels in een sok doen en dan kan je daar ook goed mee jongleren. Je begint met één bal en die bal die gooi je van de ene naar de andere hand. Ongeveer steeds op dezelfde plek, iets boven je hoofd. Als dat nou heel goed gaat, heb je een poosje geoefend, ga je met twee ballen beginnen. En ik gooi de bal weer ongeveer op hoogte. En net voordat hij in mijn andere hand komt, gooi ik de andere bal onderlangs. Dus dat ziet er zo uit, gooi, gooi, vang, vang. Gooi, gooi, vang, vang. Nou, dat ga je ook weer een hele poos oefenen. En dan kun je met drie ballen gaan jongleren. En dan begin je natuurlijk met de hand waarbij je twee ballen in de hand hebt. En dan ziet het uiteindelijk zo uit. Alleen ik ga er nu heel erg snel doorheen. Als je het nog een betere uitleg wil zien, moet je eigenlijk naar het filmpje van Niels Duinkerk op YouTube. En dan zie je wat uitgebreider hoe je kan jongleren met drie ballen. Heel veel succes!